De hele Brabo-ploeg heeft dit BK met stip in de agenda genoteerd. In eigen bad willen ze hun titels verdedigen, maar vooral ook naar het WK toewerken. En Kimberly Buijs geeft meteen het goede voorbeeld. Op de 100 meter vlinder verlengt ze haar titel in een tijd van 58-83. Amper 2/10 boven haar Belgisch record en goed voor de WK-kwalificatie. Ja, ik was al gekwalificeerd voor die 50 vlinderslag. Maar 100 vlinderslag blijft ook een absoluut belangrijk nummer voor mij. Dus ik ben blij dat ik ook hem daarop heb gehaald en dat ik dat deze zomer ook kan meestrijden op 2K. Bij de mannen is het uitkijken naar Pieter Timmers en Glenn Surgelose. Op de 200 meter vrije slag pakte Timmers vorig weekend in het Wezenberg nog het Belgisch record. Deze keer lijkt Surgelose het te halen, maar zijn trainingsmaatje Timmers is nog net iets sneller. Hij finisht in 1:47:21 en verbetert zijn Belgisch record. Ik voelde dat de vorm heel goed was, vanmorgen al eigenlijk bij de reeks van de 200. Dan voel je al eigenlijk dat het zo makkelijk gaat dat je in de finale echt hard kan gaan. Dus op zich weet ik het dan al, maar dan moet je het nog doen natuurlijk. Ook in de aflossing presteert Brabo op topniveau. In de 4x100 meter wissel zwemmen de vrouwen een tijd van 4:07:75. Ook een verbetering van hun Belgisch record. En ook de mannen houden de titel een jaartje langer in Antwerpen. Het Brabo-team beleeft een ijzersterke periode. Op de trainingen zwem je een team en dan duw je elkaar gewoon naar een hoger niveau op training al. En dan de coach die een goed trainingstramien opzet. En zo in een team kan je alleen maar beter worden. Tijdens een hoogstandkampioenschap bewezen de Antwerpse zwemmers klaar te zijn voor het WK. Na enkele magere jaren lijkt België nu internationaal weer mee te spelen. Maar toch houdt Brabo de voetjes op de grond. Het is leuk, meer niet. De ploeg wordt sterk, de 4x2 wordt sterk. Ik denk dat we eigenlijk 6 jongens hebben die WK waardig zijn. En dat betekent dat je ook wat ruimte hebt om in de series en finales wat andere zwemmers op te stellen. Maar om echt mee te doen moet iedereen nog een seconde sneller. Dus we zijn er nog lang niet. Laten we zeker niet euforisch worden.